avond en welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuws vanuit de Doeken, waarin wij elke avond weer een nieuwtje uit de doeken doen. Vanavond is ons ter oren gekomen dat er steeds vaker meisjes met kroontjes gesignaleerd worden in en rond Maastricht. Onze verslaggevers zijn er daarom op uitgetrokken om deze meisjes met eigen ogen te kunnen zien. Toch was het moeilijk om deze meisjes te kunnen vinden, maar van betrouwbare bronnen hebben wij vernomen dat ze vaak te vinden zijn op plekken waar het dispuut Link zich ook vaak bevindt. Hierdoor kwamen onze verslaggevers al snel bij de supermarkt terecht. Ja, de kroontjes van Link worden steeds vaker gespot op verschillende plekken in Maastricht. Zo ook in de supermarkt. En een gemiddelde Linker houdt erg van een koekje op zijn tijd. Vooral als een lekker dessert is een koekje altijd een goede optie. En zo zie je hier ook onze Fali, die al is aangestoken met het koekjesfenomeen. Ook op andere plekken in de supermarkt zijn veel Linkers te vinden. We weten allemaal dat Link houdt van eten, maar Link houdt op zijn tijd ook wel eens van een drankje. En dan bedoelen we natuurlijk niet een vruchtensapje. Wat Link erg lekker vindt is natuurlijk martini. Het is niet voor niets dat dit wordt genoemd in het Linklied. We zien hier een Fali die goed heeft geluisterd naar het Linklied. Zo te zien wordt dat een mooie avond. Terug naar jou, Jules. Ook in het Maastrichts nachtleven schijnt Link vaak van de partij te zijn. Vandaar dat onze verslaggevers daar ook gauw een kijkje hebben genomen. Zoals we weten houdt Link ook erg veel van feesten. En we staan hier op de markt, dat is het uitgaanscentrum van Maastricht. En we hebben vernomen dat hier een kroontje is gesignaleerd. Kijk, daar zou je onze Fali hebben. Oeh, dat ziet er niet zo goed uit. Iek. Zij heeft nog een lange weg te gaan. Laten we haar maar even gaan helpen. Wij blijven hier wel bij. We zorgen dat het goed met haar gaat. Terug naar jou, Jules. Aangezien een van Link's drie kroonspunten staat voor Link met Saurus, zijn onze verslaggevers naar de sociëteit van Saurus vertrokken om daar te kijken of ze een gouden kroontje konden signaleren. Ja, Jules, dat klopt. Linkers houden niet alleen van feesten, eten en drinken. Want als ze alleen daarvan zouden houden, zouden ze nu tonnetje rond zijn. Maar Linkers houden ook van sporten. En één van deze sporten is natuurlijk roeien. Kijk, daar hebben we alweer een kroontje. Deze Fali houdt ook van roeien. Uit betrouwbare bronnen is ook vernomen dat in een carnavalswinkel een kroontje is gespot. Daar ben ik met spoed naartoe gegaan. En ja hoor, hier zien we een Fali met een kroontje in de carnavalswinkel. We weten dat Link hier ook vaak te vinden is voor alle themafeestjes. Oh, ze heeft het gevonden hoor. Maar ik denk dat ze nog een lange weg te gaan heeft. Want dit is natuurlijk niet iets waar ze met de carnaval mee aan kan komen zetten. Na deze zoektocht hebben wij inderdaad kunnen vaststellen dat deze meisjes met gouden kroontjes zich opvallend vaak bevinden op plekken waar het dispuut Link zich ook bevindt. Waar dit stalkerige gedrag vandaan komt en wat deze gouden kroontjes te betekenen hebben, blijft nog een mysterie. Maar dat is maar goed ook, want er moet iets in de doeken blijven om vanuit de doeken te kunnen presenteren. Tot zover het nieuws. Fijne avond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Uit de Doeken. Bij deze aflevering hebben wij vanavond een oog